Ja, het houdt niet op, de derde wet van Newton. De eerste, die was deze. En het tweede, eenvoudig, F is m keer a. Nieuwsgierig wat de derde is? Gauw verder kijken. We starten met een knikker op de helling. De zwaartekracht trekt de knikker loodrecht naar beneden, waardoor het tegen de helling wordt aangeduwd en langs de helling naar beneden wordt gerold. Door de twee componenten F loodrecht en F evenwijdig. Eigenlijk zie je hier de tweede wet van Newton, want er is een resulterende kracht en dus gaat de knikker versneld naar beneden rollen. En daar gaat de knikker. Op het rechterstuk zag je een voorbeeld van de eerste wet van Newton, want daar is de snelheid constant. We leggen een tweede knikker op de baan. Wat denk je wat er zal gebeuren als de linker knikker tegen de andere knikker aanrolt? Ze botsen en de rechter knikker gaat er vandoor terwijl de linker knikker stil blijft staan. Nog een keer, maar nu gebruiken we een onzichtbare knikker. Wat zie je gebeuren? Plotseling, zonder aanwijzbare oorzaak, zie je de knikker gaan bewegen. De enige conclusie die een natuurkundige kan trekken, is dat er een kracht moet zijn geweest die op de knikker heeft gewerkt. We doen het nog een keer, maar nu gebruiken we voor de rechte knikker een onzichtbaar exemplaar. Maar dan zie je dat plotseling de knikker blijft stilstaan. Ook hier is de aanwezigheid van kracht de enige logische verklaring van wat je hebt gezien. Dus, we hebben twee voorwerpen A en B. En als A een kracht uitoefent op B, dan zal automatisch B een even grote, maar tegengestelde kracht uitoefenen op A. En dit is de derde wet van Newton. De twee krachten die zijn een krachtenpaar. Een kracht kan namelijk nooit in zijn eentje voorkomen. Altijd zijn er twee van. Belangrijk is het volgende. En dus zal dit het gevolg zijn. Dus onthoud, een krachtenpaar werkt altijd op twee verschillende voorwerpen en een krachtenpaar kan elkaar nooit opheffen. Een appeltje in een boom. Doordat de aarde aan de appel trekt, moet de appel ook een kracht op de aarde uitoefenen. Immers, dat is de derde wet van Newton. En die kracht van de appel op de aarde, die is even groot, maar wel tegengesteld, vandaar het minteken voor, als de kracht die de aarde op de appel uitoefent. Maar dat betekent dat de aarde een klein beetje omhoog gaat als de appel naar beneden wordt getrokken. Mogelijk denk je, nou, let maar eens op, daar gebeurt het. Zag je de aarde omhoog gaan? Is natuurlijk niet echt waarneembaar, want de aarde die heeft een onmetelijk grotere massa en dus zal de versnelling van de aarde onmetelijk kleiner zijn dan die van de appel. Niet te meten dus. Kijk, hier hebben we hem ook weer. Op de tafel en niet erdoorheen, omdat de zwaartekracht en normaalkracht elkaar opheffen. Even een vraagje. Zijn de zwaartekracht en normaalkracht hier een krachtenpaar? Als je hebt onthouden wat ik net heb gezegd, dan weet je nu dat deze twee niet een krachtenpaar zijn. Want een krachtenpaar werkt nooit op één en hetzelfde lichaam en kunnen elkaar nooit opheffen. Oké, de derde wet van Newton. De tafel oefent de kracht uit op de persoon en dus zegt de derde wet van Newton dat de persoon een even grote, maar tegengestelde kracht uitoefent op de tafel. En let op, dat is niet de zwaartekracht, want de zwaartekracht werkt op de persoon. En dit is een kracht die op de tafel werkt.
Kijk, dat is deze kracht. Deze kracht werkt op de tafel en we noemen dit de gewichtskracht. Of, korter gezegd, we noemen dit gewicht. Dat betekent dus dat gewicht een kracht is. En betekent dat een gewicht niet in kilogram mag worden gegeven. We kijken eens naar wat er met een gewicht gebeurt in een lift. Als deze stilstaat of met een constante snelheid beweegt, dan zijn de zwaartekracht en normaalkracht gewoon even groot. En gewicht is in grootte even groot als de normaalkracht, dus het gewicht blijft in een stilstaande lift of een lift die constant in snelheid is, ook gewoon even groot. Maar als je in een lift zit die versneld omhoog gaat, betekent dus dat er een resulterende kracht omhoog moet zijn om die versnelling te kunnen krijgen. En dus moet de normale kracht groter zijn dan de zwaartekracht. En dan is de conclusie dus dat het gewicht ook groter is. Oftewel, in een versnelde lift omhoog voel je je zwaarder. Omgekeerd, als je in een lift staat die versneld naar beneden gaat, dat betekent dus dat er een resulterende kracht naar beneden moet zijn. En dat kan alleen maar doordat de normaalkracht kleiner wordt, want dan hou je een stukje naar beneden over. Maar een kleinere normaalkracht betekent dus ook een kleinere gewicht, oftewel je voelt je lichter als je in een lift staat die versneld naar beneden gaat. Dit laatste is extreem als je in een lift staat en dan plotseling knapt het touw. Want dan zou je dus in een lift staan die met een valversnelling naar beneden gaat. En betekent dus dat je niet meer steun hebt van waar je op staat. En dat betekent dus dat er ook geen normaalkracht is. Oftewel, op dat moment ben je gewichtloos. Wel eventjes, totdat je natuurlijk op de grond komt. Maar dat is een probleem voor later.